We kunnen naar de match van het weekend, want dat werd het. De Classico werd een klassieker die we ons toch nog lang zullen heugen. En misschien moeten we dat doen via een quote van Karel Hoefkes, die wel iets zegt over de manier waarop hij coach is. J'aime bien que mon équipe est parfois naïf. Tu dois parfois être naïf, faire des erreurs. Je m'en fous si c'était 3-0, je m'en fous si c'était 2-0, je m'en fous des choses comme ça. Je veux toujours voir une réaction de l'équipe. Et dans ma tête, si c'était 3-0 pendant un mi-temps, on peut gagner ce match avec 4-3. Et ça doit être le sentiment. Okay, er werd heel snel van gemaakt, als het 0-3 was, hadden we nog gewonnen. Dat zegt hij niet echt. Het gaat meer over een filosofie. Een chaos-trainer. Ik wil dat ze fouten maken. Ik wil een soort naïviteit, want dat zat, Standaard begon niet slecht ook aan de wedstrijd. Eerste kwartier. Maar de hele eerste helft van Standaard was best oké. Okay. Best oké. Okay. Ja. Voetballend bedoel ik. Ja. Aan de bal. Het was veel aan te merken. En ze hadden een beetje het initiatief. Alleen we zijn elke keer koud gepakt natuurlijk door een goed ander. Ja. En dan vooral op de flank van de man die later matchwinnaar wordt. Ja, dat is ook het mooie aan voetbal. Een gooi die werd bestookt. Dreyer, Hazard ook daar heel veel op, want Anderlecht wervelde bepaalde momenten. Bij momenten was Anderlecht in de eerste helft heel sterk. Ik denk wel dat Hoefkes daar natuurlijk mee bedoelt dat zijn ploeg jong is. Maar hier zien we van de eerste helft het middenveld van Anderlecht. We zien die driehoek hier heel dicht op elkaar. Heel veel druk op die bal, duels winnen. Echt voor de tweede bal gaan, derde bal. En uiteindelijk komt Rits hier aan de bal. Rond de middenlijn en speelt hem diep naar Hazard. En met één actie en een voorzet wordt het dan 0-1. Dus dat was echt in de eerste helft hier ook wel echt ingestudeerd nummerken met een middenvelder die zich naar buiten trekt, waardoor dat Standaard geen druk kan zetten. Hier komt Stroeikens aan de bal aan de zijlijn. En hier is Dreyer echt, zoals zij vaak doen bij Anderlecht, tussen de centrale verdediger en de bak echt aan de binnenkant gaan staan. Wat het moeilijk maakt voor de linksbak. En dan hier Stroeikens weer al heel sterk op zijn poten, goed in het duel. Foutje van een gooi. Foutje, maar ook omdat hij dat duel heel sterk wint. En uiteindelijk weer al vanuit die tweede bal, de derde bal, de vierde bal en duels winnen, scoren zij een mooie doelpunt eigenlijk hier bij het draaien. Dit is dan ook een beetje later in de eerste helft. En hier zien we dat chaos of die rotation waar dat die trainer van Anderlecht vaak over spreekt. Je ziet Leoni staat hier op links, Sardella staat in de spits. Waar dat eigenlijk Leoni, die toch een centrale middenvelder is, Hazard, die links is begonnen, staat hier op rechts. En dit is eigenlijk wat dat Riemer vaak vertelt in interviews, dat hij houdt van die rotaties, dat die spelers een beetje vrij zijn in balbezit. En uiteindelijk, ik denk dat hier 25, 26 passen waren voordat zij aan een schot kwamen daar in de 16 meter. Dus echt een hele mooie aanval. Goed voetbal, maar dit was de eerste avond. Mm. En dat is dan natuurlijk wat dat je niet kunt permitteren. Je kunt je niet permitteren om dan een tweede avond te spelen zoals zij gedaan hebben. Nee. Want dat was echt een totaal andere zicht. Ja, we moeten nog één fase uit die eerste helft tonen. De 0-3 die uiteindelijk geen 0-3 bleek. Dit moment, de aftrap van Standaard, waarbij ze volledig van slag zijn. Uiteindelijk ook weer goed afgewerkt. Rustig, goed binnengeschoven. En wordt het doelpunt afgekeurd wegens Hens van Leoni. Jullie mening daarover? Isam, wat denk jij? Ik zou zeggen aangeschoten. Ik weet niet of dat er nog bestaat. Nog bestaat. Je kent de regels ook niet. Ja, ook niet. Dat is. Nee, maar op den duur weet je het niet meer. Hè. Maar die jongen, ik denk niet dat hij dat bewust doet. Hè. Die wil lopen en die krijgt die bal op zijn arm. Nu, wat ik eigenlijk wil zeggen, is het druk zetten van Anderlecht direct bij de aftrap, vind ik iets wat heel goed is, wat we ook proberen te doen. Omdat je op dat moment, de tegenstander die heeft net een doelpunt gehad, die is nog een beetje aan het bezinnen en dan krijgen ze direct druk. Dus dat vond ik wel een heel goed punt. Nu, Leoni, Hens of niet, ik zou hem niet gegeven hebben. Nee, ik denk ik ook niet. Ik denk eigenlijk niemand aan tafel. Een van de regels, er zijn twee regels die tussen beiden komen. De eeuwige regel van het is geen natuurlijke positie. Ja, dan moet je elke prof bewegingsleer kan hier uitleggen dat dit een perfect natuurlijke positie is. Want je gaat druk zetten, je zit laag, je arm uiteraard zeker daar doe je niet op je rug. Hè. Mm-hmm. En de tweede regel is toch van als je zelf scoort, eender hoe je de bal op de arm krijgt, onvrijwillig, dan wordt het doelpunt afgekeurd.
Scoor je niet zelf, maar is het onvrijwillig, ja, dan laten we doorspelen. Dus de argumenten lijken... Ja, zij beweren dus dat dit bewust, bewust de bal met de arm spelen is, wat het duidelijk niet is. Want ze zeggen onnatuurlijke positie, zeggen zij. Terwijl dit natuurlijk een... Want dat is het grappige. Ze durven ook niet echt zeggen, ja, dit is bewust, want dat voelen ze ergens zelf ook wel. Dat durven ze niet zeggen, maar ze zeggen wel onnatuurlijke positie. Ja. Dus je moet eens proberen je evenwicht te zoeken met die hand op de rug. Die, enfin, natuurlijker dan dit kan je niet zeggen. Ja, dat is, Lardo heeft dit... wel knap dat ze kwamen trouwens. Straks zien we hem bij een andere fase ook de uitleg geven. Maar hier heeft hij duidelijk gezegd ja, dat is de reden. En het afwijken van de dij is onvoldoende. Hè. De bal wijkt niet af. Maar dat begreep ik ook nog wel. Ja, want dan zou je kunnen zeggen dij en dan. Ja. Dan is het weer niet. Maar dat was dan weer onvoldoende. Nee. Maar dat moet feller zijn. Hè. Een bal die afwijkt op een lichaamsdeel moet echt van richting veranderen voor die derde regel dan in aanmerking wordt genomen. Dat is wel een cruciale fase. Ja. En ik weet ook wel dat het heel zuur is voor Anderlecht op dat moment. Want dat is eigenlijk... Die derde doelpunt is ook heel vaak beslissend in een wedstrijd. Dat en dan mag je nog, Hoefke zegt dan, ja, we staan dan 0-3, dat wordt dan 4-3. Allee, kan 4-3 worden. Dan wordt het echt heel moeilijk. Want dan is zelfs die eerste kregen doelpunt... een close beeld van Karel Hoefkes na de 0-3. Ik had niet de indruk dat hij zei, geen probleem. Ik weet het wel, we maken een karikatuur. We zaten in het stadion. Dat was de enige moment dat het echt stil was. Hè. Want de sfeer was, behalve dan wat er dan nadien weer gebeurd is, was fenomenaal. En het publiek en ook de ploeg ineens weer nieuwe zuurstof geeft, zoals je wat zei, tegen gemiste penalty. Ja. Ineens denk je, we doen nog mee. Het is plots iets dat in je voordeel komt, terwijl je het gevoel hebt dat alles... in je nadeel werkt. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.